welkom bij RTV In Gesprek. Ik praat met een gast die ik al zo'n beetje 40 jaar ken. Dat zegt iets over mij, maar ook over hem. We zijn hier ooit samen op pad geweest bij de Rijkspolitie. Toen kende ik hem van het baas verwarmingsbedrijf. En even later is hij de VVD ingedoken. En nu is zijn grote passie golfen. Daar ga ik het met hem over hebben. Ik heb het over Otto van Voorst. Otto, leuk dat je mijn gast wil zijn. Dankjewel. Als we aan Otto van Voorst vandaag de dag denken, denken wij gelijk aan golven. Correct. Is dat passie, hoe kom je bij dat spelletje? Want ik ga eerst even lezen wat het is. Ik heb het opgezocht. Golf is een balspel waarbij een kleine harde bal met een golfclub van de tee afslagplaats wordt weggeslagen in de richting van een met een vlag gemarkeerd punt, de hole. Het doel is om de bal in zo min mogelijk slagen in de hole te doen belanden. Golf wordt gespeeld op een golfbaan. Het is maar even dat u het weet. Zeg ik het goed? Jij zegt het in simpele woorden heel goed. Ja. En om even een misverstand weg te halen. Golf is niet een knikkerspel voor ouderen van dagen die niet meer door hun knieën kunnen. Nee. Maar golf is een serieuze sport geworden. Oké. Okay. En golf is mijn passie. Hoe komt dat zo? Hoe ben je daarmee begonnen? Hoe begint iemand met zo'n passie? Nou, ik ben daarmee begonnen toen ik in Ierland was. En toen zei iemand tegen mij, ga eens mee naar de golfbaan. En dat heeft mij toen zo gepakt. Dat ik zeg van, nou wil ik ook een golfvaardigheidsbewijs gaan halen. Oh, ja. In die tijd moest je daar een theorie-examen voor doen. En een praktijkexamen en allerlei lessen nemen. Dat heb ik toen ook gedaan. En vanaf dat moment, en dat is ongeveer 35 jaar geleden, is die passie doorgezet. Ja. Was er toen in Nederland al, waren er al voldoende banen om hier lekker uit de voeten te kunnen? Ja, in Nederland waren er toen al zeker een dikke 100 banen. Alleen het was destijds was het een sport voor mensen die echt veel kapitaal hadden. Ja. Nou had ik dat zelf ook niet, maar ik kreeg medewerking van mensen die al golfden. En zo ben ik eigenlijk aan het golven begonnen. En toen werd je dus in één keer gegrepen door dat golfspelletje. Ja. Zeg ik het goed, golf of is het gewoon golf? Nee, het is in Nederland gewoon golf. Okay. En als je het op zijn Engels uitspreekt, is het golf. Ja, golf. Weet je? Het klinkt een beetje vreemd. Maar. Ja, en uiteindelijk beland je in het soort management van golfbanen. En waar is dat overal geweest? Of nog steeds? Ja, dat is begonnen op Naardenbos. Daar ben ik na mijn pensionering, tussen aanhalingstekens, ben ik 8 jaar manager geweest, operationeel. Dat betekent dat je de leiding hebt over de facilitaire dienst, de horeca, dat je de gasten verwelkomt die daar komen spelen. Dat je zorgt dat die mensen ook eigenlijk een beetje een leuke dag hebben. Na 8 jaar ben ik naar Edde Huzid gevraagd door een grote golforganisatie. Omdat ik na 8 jaar dacht van nou is het over. Die zaten met een probleem op RU zit. Ik heb hun geholpen daar. Na een jaar heb ik gezegd, nou is het goed, nu kunnen jullie het zelf weer. Toen dacht ik klaar te zijn, maar toen werd ik weer gevraagd naar Almkerk. Dat was voor mij wel 80 kilometer heen en 80 terug. Ja. Maar ik heb dat ook gezegd, nou ik wil dat een jaar doen. Ook dat is allemaal goed gegaan en gelukt. De baan die is er perfect uitkomen te zien. Mijn expertise is ook eigenlijk het onderhoud van de golfbaan. Want ik heb daar een aantal cursussen ook voor gevolgd. En ik vind dat altijd heel leuk werk om te zien hoe zo'n grasprietje groeit. Of hoe die niet moet groeien. Ja, ja, ja. En na Almkerk, toen werd ik gevraagd om in Soestduinen, waar de exploitant failliet was gegaan, om daar de boel weer een beetje op te pakken en met de vereniging aan tafel te zitten om dat weer een beetje goed te krijgen. Ja. Per 1 april hebben we een nieuwe exploitant kunnen vinden. En toen heb ik gezegd, zo, nu is het over. Nu ga ik zelf weer lekker veel golven. Is dat een beetje business als je zo'n golfbaan exploiteert? Een riskante business. Yeah? Ja, het golf is niet meer een vetpot. Mensen die hebben ook geen zin meer om een hele dag naar een golfbaan te gaan. Nee. Het zijn allemaal carrièrejagers. Nou, die hebben geen tijd meer om te golven. Dus ze moeten het van de ouderen hebben. Ja. Die, de gemiddelde golfer die komt zijn dingetje doen. Ik zeg het een beetje lullig. Ja. En dan gaat hij een borreltje erbij of niet. Of,
Nou ja, en een hapje eten, ja, hè, want dat is de bedoeling. Dat is eigenlijk de bedoeling. En, maar dat betekent ook weer dat je moet zorgen dat je een goede keuken hebt, ja, dat je een kok hebt. Ja. Nou, dat kost allemaal heel veel geld. Ja, ja, en op een kleine baan kan je dat wel doen met een frietje en een satéetje en een balletje gehakt, hè, en een broodje ham, kaas en rosbief. Ja. Maar als je een wat grotere baan hebt, dan willen de mensen warm eten. Oh ja. Maar ook feesten en partijen, toch? En ook feesten en partijen, ja. Hoe zit het met de golfbaan Spakenburg? Ja, dat is een ik gepasseerde... Ik heb er ooit wel eens over gehoord. Dat klopt. In de tijd dat, dat Isaac Veerman nog leefde, geweldige man, heb ik met hem om tafel gezeten. Met Jaan de Graaf zelfs. Ja. En die wilde mij wel daarbij helpen. Maar de politiek die voelde daar destijds niets voor, want golven past niet in Spakenburg. Nee, terwijl er nu meer dan 100 man hier in Spakenburg de golfsport uitoefenen. Ja, maar in het vorige gesprek hadden we erover. We hebben ook officiële Spakenburgse golfkampioenschap, ja, toch? 5 september is de, dat is elk jaar trouwens, maar nu 5 september, dan is het Open Golf kampioenschappen van Spakenburg. In Nunspeet wordt die gespeeld. Okay. En daar doen we zo'n 80 tot 100 man aan mee. Ik heb toevallig daar de wedstrijdleiding over. Omdat ze mij gevraagd hebben van, zou je ons willen helpen? Daar heb ik gezegd, nou dat wil ik dan wel doen. Is het allemaal prodeo wat je doet? Dat is prodeo. Dat meen je niet, joh. Ja. Ja. Terwijl nou, golf gaat er heel veel geld om. Daar gaat veel geld in om, ja, klopt. Maar niet meer zoals dat vroeger was, want... Als je nu een partijtje wil golven, je betaalt 40 euro, niet in de weekends, want dat is altijd duurder. Ja. Nou, dan kan je 5 uur bezig zijn met golven. Ja, je ziet wel, als je zo de golfbaan ziet, want hier in Hoogland zien we het natuurlijk langs weg. Ja. Dus een hoog grijs gehalte. Dat klopt. Die hebben natuurlijk dat klopt. Tijd. Die hebben nu de tijd. Het zijn geen carrièrebouwers meer. Nee. Ja, maar hoewel er toch wel heel veel jeugd op dit moment ook weer naar de golfbaan naartoe komt en lessen gaan nemen... Ja. En ook mee gaan doen met wedstrijdjes. Ja. En dat is juist leuk. Ga je ook kijken naar golf? Ik, als de, zoals nu de US Open, zit ik de hele middag voor de televisie. Ja, en KLM? KLM Open, ja. Ja. Ben jij wat in de golfwereld? Nou, ik in zoverre... Ze kennen mij bijna allemaal in de golfwereld. Waarom? Ik heb voor ANWB Golf, waar ik erelid van ben... heb ik destijds de handicapregistratie helpen opzetten. Oké. Okay. Ik weet natuurlijk heel veel van golf en wat er ook speelt in de golf. Ja, als je het al een tijdje doet, dan weet je precies hoe de hazen lopen. Ja, dat is klopt, belangrijk. Klopt. Wat is nog dingetje die je graag zou willen binnen de golfwereld? Of hier? Of? Nou ja, hier, ik heb ooit wel eens gedacht van aan de A1, er zou een prachtige mooie driving range kunnen komen. Als je in het buitenland komt, ik weet niet, in Amerika en in Canada, nou, bij elk plaatsje staat een driving range. Ja. Ja, en dan kan je lekker even... Als je met de auto langs komt stoppen en zeggen, ik ga even een balletje slaan. Oh. En dat zou hier ook prachtig zijn. Maar ja, ook dat is... Het Douwe Veldhuisje deed nog wel wat grond aan liggen. Op Nekkeveld. Golfbaan op Nekkeveld. Nou, maar ik weet niet, daar krijg je geen toestemming meer voor. Nee, het bestemmingsplan moet dan helemaal veranderen. Ja, dat gaat niet, hè. Dat weet je hoe het met de politiek is. Ja, dat is toch anders. Het is gelijk een sprongetje naar de politiek. Ja. We kennen je natuurlijk vanaf de eerste uur VVD samen met Marian Bloemendaal. Ja. Hoe is het met Marian? Marian gaat niet goed met de gezondheid. Nee. Marian is echt aan het aftakelen. Ja. Maar nog wel thuis? Ze is thuis. Oh, oké. Ja, ze krijgt wel hulp, maar het gaat niet goed met haar. Heb jij goede herinneringen aan de tijd dat jullie saampjes in de raad zaten? Nou, niet alleen met haar natuurlijk. Nee. Hè, want ik heb vanaf 1978 tot 2000 heb ik in de raad gezeten. Ja. Marian wat korter. Ik heb ook nog 8 jaar alleen gezeten. Ja. Dat was een zware periode, maar wel een leuke periode. Yeah. Want als ik nu naar de raadssamenstelling kijk en ik zie hoe ze met elkaar omgaan, vind ik dat wij het tot 2000 leuker deden dan dat ze het nu vroeger. Vroeger. Ja. Jij zegt niet alles was beter. Dat zeg ik niet. Nee. Onder de periode van Bert Groen. Bert Groen, maar ook burgemeester Bol. Ja, natuurlijk. Dat is jouw periode geweest. Dat is mijn periode geweest. Net na Van de Heide, toen ben ik in de raad gekomen. Je hebt ooit nog eens een idee gehad om op de Westmaat huizen te bouwen. Ja. Bijna helemaal uitgewerkt. Helemaal uitgewerkt. Ik heb alleen nooit begrepen wie daarachter zat. Nou, dat heb ik toen samen opgesteld met Jan Hopman. Ene Hopman. Ja. Oh, ja. En dat was zo'n mooi plan. Ja. En dan zouden we een arena maken bij de Nijkerkerweg. Ja. En dan waren alle problemen opgelost.
Hoe komt het dat jij zo ambitieus was om dat in elkaar te gaan knutsen, samen met Jan Hofman, dat idee te maken? Ja, dat was eigenlijk een samenloop van omstandigheden. Ja. Ik kwam bij Jan wel over de vloer en wij spraken elkaar en toen zei hij, joh, dat zou hartstikke mooi zijn. Toen heeft Jan een keer een heel mooi plan gemaakt en die kwam bij mij. Ik zei, nou, daar ga ik mee aan het werk. Ja. Maar ook daar was de politiek niet voor in. Nee, en nu zit je in de Rode Watervilla, ook weer een ding van Jan Hofman. Ja. Dus ja, hij... maar dat speelde toen niet. Nee, dat is allemaal na mijn tijd gebeurd. Ja. Maar het was wel mooi, een hele maquette. Ik zie het nog zo staan. Vroeger. Nou, en wat vind je de VVD vandaag de dag, Wiebe en Rick? Fantastisch. Ja. Met name ook, Wiebe doet het heel goed als fractievoorzitter. Maar Rick is een toekomst, die zie ik nog wel eens een keertje in de Tweede Kamer terechtkomen. Jij was natuurlijk een tijdje buiten beeld. Ja. Toen met Henk van der Meen in één keer daarbij. Ja. Toen later is maar het toen allemaal... was ik wel fractievoorzitter. Ja. Of plaatselijk partijvoorzitter. Ja. Toen is het allemaal een beetje niet zo goed gelopen, zeg maar. Nee, het ging een beetje fout. Vergaderingen hier, vergaderingen daar. En in één keer stond jij weer op met een hele nieuwe crew. Ja. Met de dingen meedoen, de verkiezingen en twee zetels. Ja, perfect. Ja. Toch? Waarom doe je dat nog steeds? Ja, ik wil niet zeggen dat het ook mijn passie is, maar... Ik vind dat dat nodig is hier in Bunschoten. Yeah. Want je weet hoe de samenstelling van de raad is. Yeah. Eigenlijk is er geen oppositie. En die oppositie moet blijven. Yeah. Wat vind je van Peter van Skoops? Ja, weet ik niet. Kan ik geen oordeel over geven. Ik maak Peter Frans weinig zelf mee. Ik hoor natuurlijk wel dingen. Zijn aansluiting bij de PVV eigenlijk. En dan van daaruit in de raad. Vind ik geen goede zaak. Is niet helemaal jouw ding, zeg maar. Nee, is niet mijn ding. Nee. Dat brengt me ook naar Baas Verwarmingsbedrijf. Dat is lang geleden. 1975, 76, 77. Tot 82. Maar hoe kwam je daar zo in beland? Hoe kwam je daarin? Ik werkte het bij... Daar ja, maar ik werkte bij Baas Verwarmingsbedrijf. Laat ik het anders vertellen. Ja. Toen ik van de... mijn opleiding als werktuigbouwkundige afgerond had. Ja. Toen kwam ik te werk bij Baarns Verwarmingsbedrijf in Baren. Ja, want die zaten op de Brink. Ja. En toen gingen zij kijken naar een andere locatie, omdat het te klein werd daar. En toen hebben wij een pand gevonden, of tenminste hebben wij een grond gevonden op de Kronkels. Ja. En daar hebben we toen een pand neer laten zetten. Het hele spulletje verhuisde toen naar Bunschoten. Ja. En toen, want ik woonde zelfs in Bussum. En toen ze naar Bunschoten ging, dacht ik van nou, moet ik toch maar eens kijken in Bunschoten. Ja. Want ik was in 1965 ben ik getrouwd. Vorig jaar 50 jaar. Ja. En toen kostte een huis in Bussum, door zo'n woning, 100.000 gulden. Kijk, zijn er gespreid. Zo'nzelfde woning, nieuwbouw hier in Bunschoten, 21.000. En toen zat er nog 4.000 gulden subsidie op van het Rijk. Ja, dat was het gauw bekeken. Ja, dat is dus toen ben ik hier in Bunschoten komen wonen. En blijven hangen. Ja. Met heel veel problemen hoor. Ja. Ja, want ik ging op zondag mijn auto wassen en dat kon natuurlijk niet. Nee. Dat is tegenwoordig anders, want tegenwoordig zie je nog veel meer dingen op zondag. Maar toen kon dat niet. Toen werd mijn auto weer met zand begooid en nou ja, van alles en nog wat. Mag golven op zondag wel? Nou, dat hield je verborgen, hè? Ja. Dat hield je verborgen, ja. Nee, maar toen ging ik tennissen, hè? Want ik ben oprichter van de tennisvereniging met Jan-Joop Treffers. Ja, dat is ook en toen zijn we op zondag gaan tennissen. Baanbrekend. Dat was een probleem, hoor. Naast het gesloten zwembad staat de tennisbaan. Ja. Klopt. Ja. Maar die gingen we stiekem ook wel eens openmaken, hoor. Ja, ja. Nou, de stiekem, dat is een leuk bericht. Even over dat tennis, dat bestaat nog steeds. Nog steeds. Grote, bestond 50 jaar. Ja. Ja. Golf, ben jij een sporter? Ja. Ja? Ja. Dat heeft me wel mijn knieën gekost. Want ik heb twee kunstknieën. Ach, dus, maar, je 100 jaar mee worden. We gaan gewoon door. Je 100 jaar mee worden. Ja. Dat is aardig wat jij zei. Wij sprongen wel eens over de hekken van het zwembad. Maar dat mocht niet van de politie. Nee, die kwamen ze wel eens of we vluchten weer terug. Ja. Maar jij zat zelf bij de reservepolitie. Ik zat bij de reserve Rijkspolitie. Ja. Ja. Ach ja, maar dat was best wel leuk. Ja. Dat was ook een uitdaging. Kijk, ik had een tijdje geleden met Tom Boon een gesprek. Want die zat zo'n beetje 100 jaar bij de politie.
Ja. Dat ging over de Rijkspolitie. Ja, ik ben in 1967 ben ik bij de Reserve Rijkspolitie gekomen in Bunschoten bij commandant Platenkamp. Ja. En daarvoor was ik bij de Gempo in Bussum. Daar was ik ook al reservist. Oké. Okay. Omdat, waarom ben je dan nooit politie geworden? Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Men heeft het wel gevraagd na verloop van jaren, maar toen werkte ik al, ik had een goede baan. Maar waarom ben ik bij de Gempo gegaan, of bij de politie gegaan? Mijn vader die heeft in het verzet gezeten en die ging na de oorlog ging die bij de reservepolitie in Bussum, bij de Gempo. Ja, en dat moest ik natuurlijk dan ook mee en daardoor is het gekomen. Ja. Ik heb 11 jaar bij de reserve Rijkspolitie gezeten in Bunschoten. Ja. En ik ben zelf nog door Jonkheer de Beaufort, die toen commandant was van de Rijkspolitie, ben ik een keer moeten komen, omdat ik had in Bunschoten de eerste op hete daadje als reservist betrapt. Ja, ja. Dus dat was wel leuk. Weet je nog wat het was? Ja, dat was een militair die brak in bij Blokhuis op de Kerkstraat in een auto die daar geparkeerd stond. Okay, en wij kwamen toevallig langs met de auto en toen zagen we het gestopt. Ja, en toen na een robotje vechten kwam de marechaussee en die heeft me toen meegenomen. Op een gegrepen? Ja, dat was leuk. Leuke periode. Ja, dat is ook een leuke periode. We hebben zelfs nog samen gereden op de vrijdagavond. Ook nog? Ik zat hier ook nog. Ja, weet ik. En er was altijd wel, ik weet me wel herinneren dat het altijd wel gezellig was met jou. Nou, dat weet ik niet. Of het met mij gezellig was. Nee, maar goed, je had natuurlijk je beroepscollega's en voor vrijdag en zaterdag de reservisten. Ja. En dan kreeg je, jullie kregen les op maandag van Troost. Klopt, ja. Ja. Op het, de Kosterstraat. Op de Kosterstraat, nog in het oude politiegebouw. Dat is de Bos, van de Bos natuurlijk heel erg. Tot Willet. Ja. Zie je die mensen nog eens of heb je dat? Ja, ik zie ze wel, maar voor de rest geen contact meer. Hoe vind je de politie tegenwoordig? Ja, ik zie ze weinig. Ja, ja. Ja, ik zie ze heel weinig. En wat ik zie is allemaal nieuwe gezichten. En ik ben vriend van de politie, maar voor de rest, ik heb nooit met ze te doen. Nee, gelukkig niet. Ik heb nooit met ze te doen. Oké. Het laatste woord is aan jou, Otto. Wat zou je nog kwijt willen wat ik niet gevraagd heb? Dus zeg je dat je dat toch niet gevraagd hebt? Nou ja, wat heb jij mij niet gevraagd? Je hebt bijna alles gevraagd. Nee, maar goed, golf is jouw passie. Tennissen natuurlijk vanaf het begin af aan. Ja. Eigen bedrijf. Ja. De VVD is natuurlijk voor mij nog steeds heel belangrijk hier in de gemeente Bunschoten. Ik ben heel wat jaartjes lid van deze partij. Kun je niet eens een keer stoppen? Is de houdbaarheidsdatum Otto van Voorst nou niet voorbij? Ja, maar weet je, als je stil gaat zitten, dan word je zo gauw oud. Ja. En als je bezig blijft, dan blijf je ook jong. Daarvoor ben ik ook nog steeds met die golfbaan bezig. Hè? En ik golf nog 2 keer in de week. En mijn vrouw die wil ook nog elke keer mee. Die is nog net zo gek van golven geworden als ik. Dus stoppen. Hoe is het met het nageslacht? Zit hij een beetje aan het golven? Ja, mijn kinderen golven. En mijn schoonkinderen golven. Ja. En mijn kleinkinderen golven. Dus goeiedag. Ik heb ze allemaal een beetje daarmee behept. Oh, nou, er is toch niks mis mee. Dat is leuk. Is niks, nee, want over de hele wereld kun je. En je kunt er ook nog heel veel geld mee verdienen. Ja. Ben je daar rijk van geworden? Nee, maar dan, niet? Dan moet je echt professional gaan worden. Dat is sowieso al een dure opleiding. En dan moet je zo goed zijn dat je in de Tour mee kan spelen. Ja, ja. En dan nog moet je heel veel geld meenemen voordat je wat gaat verdienen. Als je het leven over zou kunnen doen, Otto, wat zou je dan doen? Nou, ik denk net zo leven zoals ik nu leef. Ik ben er gelukkig mee. Oké. Dat is een mooi einde. Beste mensen, prettig gesproken met Otto van Voorst, een veelzijdig man. Van politiek tot golfballetjes en van tennis tot politie. Een leuk gesprek was dat met Otto van Voorst. Otto, dankjewel. Graag gedaan, Martin. Dit was RTV In Gesprek. Tot een andere keer. Dag. It's plain to see, it's got to be free and easy. Give up the rest because the best, free and easy.